Een micropenis. Het schijnt dat 1 op de 200 mannen dat heeft, hè? Ben je een beetje verneukt, letterlijk. Eigenlijk ben ik gewoon een beetje opgefokt. Ja, maar je hoeft toch niet te vertellen dat je getongd hebt? Zit hij aan de zooi of zo? Hij schuift wel echt hij met zit de aan kaak. De zooi. Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Mensenmening. Even denken, wat zijn we aan het doen? We gaan weer beginnen. We gaan jullie weer laten lachen, toch? Ik hoop het. Vijf vrienden en vriendinnetjes zijn vrienden er weer. Vrienden en vriendinnetjes komen er weer. Hallo, welkom bij de Mensenmening. Hallo, dit is Indigo. Hi, dit is Lieke. Hi. Vandaag in de parel van het zuiden, Breda. We gaan het nachtleven in vandaag met de vraag: heb jij ooit een one-night stand gehad? Borreltje erbij, lekker man. Dit is de jury. Hier heb ik zin in. Ik vind het altijd leuk als het s'avonds wordt opgenomen en mensen zijn dronken en mensen zijn lekker eerlijk. Ja. Ik heb er nu al helemaal zin in. Nou, goed. We gaan het nu over one-night stands hebben. Oh ja. Dus ik vind het ook helemaal jouw vak. Doe dan de intro. Welkom dat je kijkt. Yeah. Wij zijn skaters met een missie. Zijn onwijs coole kids in topconditie. Rocket Power! Ik ken dit niet. Ken jij Rocket Power net? Nee. Wie zijn jullie? Emma. En Aniek. En Olivier. En wat zijn jullie van elkaar, vrienden? Ik weet niet wie dit zijn. Hé hey jongens, gaat er nog iemand scoren vanavond? We hebben elkaar gescoord. De stongen? Ik heb wel iemand die kan scoren. Dat is mijn huisgenoot hier, Jasper. Kom eens even hier. Zeg hem maar. Volgens mij is Jasper er helemaal klaar mee. Ik ben er dus achter dat ik dronken zijn helemaal niet leuk vind. Ik wel. Jij bent een beetje aan het daten, dames? Ja, een beetje. En wat is de laatste leuke date die je gehad? Vincent. Nee. Wat waren dit voor neppe gang signs op de achtergrond? Ik zat nog bij dat ze met elkaar gingen. Oh nee, dat was toch een joke? Oh. Was dit 1 date of zit er wat meer in? Dit waren denk ik 10 dates of zo. 10 dates? Ah, daar spreek ik toch niet meer van daten. 10 dates, jezus. Dag meneer. Hey, Breda wonen echt alleen maar NPC's aan. Zoveel mensen die dan ineens naar de microfoon toe stappen. 10 dates lijkt al wel redelijk serieus. Een beetje. Nog niet helemaal, nee. Weet je wat ze zeggen? Dat na 3 maanden komt je ware aard naar voren. Dan lukt het ze niet meer om je anders voor te doen. Ja. Dus dan komen ook alle kwaaltjes. Die laat ik altijd meteen zien. Daarom, dat bespaart gewoon heel veel tijd. Maar ja, daardoor rent ook iedereen weg. Ik weer achteruit hebben. Hey jongens, de hamvraag van vandaag is: hebben jullie ooit een one-night stand gehad? Je hoeft er niet moeilijk over te doen. Ik denk, om heel eerlijk te zijn, ja, misschien links niet. Waarom niet? Waar baseer je dat op? Ja, maar jij bent echt zo kut, hè? Jij bent echt zo kut. Hey, vroeg me gewoon af. Zij is gewoon stiller. Nee, joh. Ja, je bent jong en je wil wat. Mag hopen voor ze. Als je in Breda woont, dan heb je sowieso een one-night stand gehad. Kom jij niet? Dan heb je zo... Heb je wel eens een one-night stand gehad? Ja, fact. Ja, toch? In principe 1 one-night stand is al ja, hè? Klopt. Oh. Ik denk dat zij echt wel een keer een one-night stand hebben gehad. Ik zeg ook ja. Ik wil niet zeggen dat het de stad van de liefde is, maar wel de stad van de one-night stand. Ja, ik denk het ook. Absoluut, ja. Ja, zeker waar. Hier, zo. Ook echt overtuigd wel. Vannacht nog, liefie. Absoluut. Lekker, lieverd. Heel trots. Ja, het is me gelukt. I did it. Ik denk echt dat we deze hele aflevering gewoon moeten kunnen zeggen. Ja. Dus vanaf nu is al het antwoord vanuit onze mond van een bijzondere zin. Is ja. Hoezo, absoluut ja? Ja, hier in Breda is het wel gezellig af en toe. Zou je kan nog beter je vraag beantwoorden? Zo, dat was een vrij zo, handje was vrij... Sensueel. Ja, vrij sensueel Heel handje, sensueel. Hoor. Heb je ook een hele slechte ervaring van een one-night stand? Ja, zeker. Nou, ik had wel een keer een guy met like 2 centimeter pik. Dit is standaard wat vrouwen zeggen. Maar het is lullig, hè? Ik vind het lullig. Nee, dat is dus niet zo lullig, want het was maar 2 centimeter. Nee, maar het is toch lullig? Wat? Een micropenis. Het schijnt dat 1 op de 200 mannen dat heeft, hè? Dat is nog best wel veel. Ik weet niet waarom ik dit weet. Maar tot hoever gaat een micropenis? 5 centimeter? 8 in harde toestand. Waarom weet ik dit? Ja, als ik iemand geïnterviewd en ik zeg, ze hebben zo'n vieze kut. Ik vind dit echt gender shaming. Ik ook, toch? Ik altijd onder gender shaming. Ik vind dit gewoon lullig. Stay strong, short kings. Blijf maar aardig kut. Een soort navel die naar buiten staat. Oh. Was jij bij? Hoezo was je erbij? Ja, nee, gewoon in het huis niet. Ik had in de kamer daarnaast ook een one-night stand. Ja, want ik wil het nooit over hebben. En nu wel. Super. Maar 2 centimeter is wel echt heel klein. Ja, je kan eraan sabbelen. Alsof het een tutje is. Een speentje. We gaan heel even terug. Jullie hadden dus allebei een one-night stand. Ja. In de kamer naast elkaar. Ja. Van mij had geen micropenis dood. Dus nee, maar die van mij helaas wel. Dat was wel een goede disappointment. Even eerlijk. Is een one-night stand, is dat nou echt nice? Dat is toch niet... De eerste keer is nooit optimaal. Juist. Nee, want dan weet je niet wat je chill vindt aan elkaar. Het is gewoon Ja, maar je hebt dus niet. Ook een soort van geen remmen meer. Omdat je dus ook zoiets hebt van, oké, we gaan elkaar 1 keer zien. Dus kun je ook gewoon gore apenseks hebben. Ja, maar dat kun je toch ook met iemand waar je een relatie mee hebt? Ja, maar vaak heb ik voor mensen die ik leuk vind te veel respect. Daar ben ik niet mee eens. Stay strong. Stay strong, boys. En wil je een keer van Bill gaan? Breda, zeker. Maar niet met haar. Dan word je gelijk gejudged. Maar ja, dan moet je denk ik gewoon heel goed zijn met je vingers en je mond. Klopt. En zo. Als je micropenis hebt, dan compenseer je met al het andere. Jij af en toe nog een one-night stand?
Ik wens je nog een fijne avond. Wil nog iemand groeten? Fijne avond nog. Ja, dankjewel. Ik heb een keer een foto gekregen van een micropenis in mijn DM. Oké. Okay. Ja, het was echt. Ik heb aan mijn moeder laten zien. En zij zei dus oprecht van, dus het lijkt echt op een navel. Maar ik moet zeggen, hij heeft wel. Nou ja, ballen wou ik zeggen. Ik weet niet of hij die dan wel heeft. Als je ballen groter zijn dan je piemel, dan gaat er echt wat mis. Love you. Bye. Bye. Was het nou? Nee, deze twee alleen. Deze twee. Maar kunnen we niet even wat lief zeggen? Straks zijn er heel veel mensen met een kleine piemel dit te kijken. Ik denk dat ze het liever van jou willen horen dan van mij. Ja, gewoon niet gebruiken. Je hebt ook vingers. Toch? Damn, boys. Nee, helemaal niet. Als jouw vinger langer is dan je piemel. Druk hem er gewoon in. Ook al gaat het niet subliem. Nee, ik denk dat het best een goede tip is, toch? Of een vinger erbij. Maar wat inderdaad, als je met iemand naar bed gaat en dan blijkt in één keer een hele kleine penis te zijn, wat doe je dan? Ja, door. Ja. Dat is toch lullig. Stel, jij doet je kleren uit en iemand zegt, oh nee, toch niet. Dat kan je iemand toch niet aandoen? Je hebt toch gekozen om met die persoon seks te hebben, dus dan ga je dat gewoon doen. Doe niet dat alle micropenis in mijn DM zit, alsjeblieft. Wie zijn jullie? Ik ben aangedaan. Waarom wordt zijn naam gebliept? Wat hebben jullie vanavond gedaan? Verschillende clubs geweest. Ik snap op zich dat hij niet herkenbaar in beeld wilt zijn, want hij is aan het kaakschaatsen, jongens. Sven Kramer is jaloers. Onze vrienden, die wouden niet meegaan. We zijn naar Holy Moly geweest. Zit hij aan de zooi of zo? Hij schuift wel echt hij met zit zijn aan de zooi. Maar kijk, dit is dus wat ik dus niet meer begrijp. Het kan zijn dat het naar onze tijd is. Nee, wacht. Wij zijn te oud voor dit. Dat bedoel je eigenlijk te zeggen. Mensen gaan gewoon naar de kroeg en nemen zooi, hè? Dat gebeurde toch vroeger niet, of wel? Nee. Iedereen dronk bier en als je een bakootje nam, was je al cool. Maar nu doet gewoon iedereen snuiven en zo. Precies. Ik snap het niet. Maar dat gebeurt ook in het stadion. Dat gebeurt echt tegenwoordig. Ja, maar dat is daar wel al langer, denk ik, in het stadion. In het stadion. Het is zondagmiddag. Vanavond was de brandparkies, lekker housen, superleuk. Jezus, pik. Moet je hem zien schaatsen? Ja, ja, hij is ook zo bleek als de tyfus. Ja. We gaan altijd samen naar festivals. Vanavond ook een beetje een soort festival, toch? Ja, toch. Hebben jullie allemaal genuttigd vanavond? Bier. En sos ook? Of vind je dat ook leuk? Alleen maar bier. Alleen maar bier. Alleen maar bier. En gin and tonics. Underrated. Gin and tonic is wel de beste die er is, toch? Underrated. En ben jij koud wel een beetje, maat? Nee. En weet je wat het is? Ik heb net een barbieschijf achter de rug. Oh, ik ben nog even aan het herkouwen. Ik ben dus even serieus alle barbieschijf shit achter mijn kies aan het halen. Ja? Ja? Ja, is dat zo? Kijk, ik ben heel naïef, maar deze heb ik door. Een barbieschijf, dat vind ik zo smerig. Dat is alsof je een taart in een frituur gooit. Oh, hij is gewoon aan de drugs. Ach, ik ben echt zo... Oh. Ik wist niet dat mensen ook met uitgaan echt drugs doen. Wat heeft hij gebruikt? Ik begrijp dus niet hoe je dus zo hard naar de tyfus kan zijn. Dat je dit dus zo hard met je bek heen en weer gaat. En dat je dan gewoon op camera gaat staan. Ja, maar misschien denk je op dat moment dat het een goed idee is. Dat ook niemand van je vrienden zegt van hey. Nee, zou ik niet doen. Een beetje een daten of hebben jullie een relatie? Single life. Een beetje Tinder en zo of ook niet? Nee. Dating apps is leuk, maar niet voor mij. Een beetje benauwd van, hè? Lekker petje. Wauw, man. Shout-out naar Patrick. Ja, ik bedoel, tegenwoordig doet iedereen het. Daar word je benauwd van. Ik zelf doe het niet. Nee, zeker niet. Is hij serieus of niet? Nee, toch? Nou ja, hij weet donders goed dat hij fout zit. Nou, niet fout zit, maar dat hij op heeft. Legend. Hebben jullie wel eens een one-night stand gehad? Nee, ik denk het niet. Hij is veel te jong gaan. Breda. Je hebt gelijk. Allebei. Ja, want zitten wij zo'n studentenvereniging. In sommige studentenverenigingen heb je zelfs de regel dat je als je daar als eerstejaars komt, dat je geen deur krijgt, geen slaapkamer. Die krijg je pas als je hebt geneukt in je kamer. Ja? Nee. Ja. Nee. Ja, echt. Is dat een ding? Dat is echt een ding. Die kaak van hem. Ik kan er niet naar kijken. Ja, ze hebben allebei wel een one-night-stand gehad. Hij is single. Ik denk dat ze het ook wel eens met elkaar doen. Nee, dat denk ik echt. Ze gaan samen naar festivals, zijn hele goede vrienden, voelen zich waarschijnlijk vertrouwd bij elkaar. Ja, dus maar onze antwoord is ja. Ja. Ik denk dat dit nog wel een one-night stand zou kunnen worden. Nee, dat denk ik niet. Wij krijgen hem echt niet omhoog, pik. Dat weet ik wel. Dan wordt er helemaal niks. Ah, gooi er zo'n kamaga in en dan gaat hij... Ik weet niet of dat werkt, man. Als Harry de Hengst. Heb je wel eens jij hebt nooit drugs gebruikt, nog hè? Nooit. Jij ook één keer per ongeluk in Milaan, omdat het in je drankje werd gestopt. Ik nam een drankje van iemand die dat dronk en toen... Dat is helemaal niet waar. Zo is het niet gegaan. Dat was bewust. Maar ik heb ook niet veel drugs. Oh, stoer man. Nee, stoer man. Stoer. Ja. Hoe was dat? Ja, 100 man. Leuk. Ja, daarna, one night stand, zoals je zelf zegt, je ziet hij dat daarna niet meer. Nee. Hoe ging het? Vanuit de kroeg meegenomen of toch via Tinder of iets? Nee, gewoon via een feestje, dus gewoon gezellig. Ik dacht via Facebook, dat dacht ik ook dat je dat ging zeggen. Oh, maar één keer ook. Slechte scoren. Nee, nou, lekker jongens, ik vind het hartstikke gezellig. Waar gaan jullie nu nog heen? We gaan onze vrienden weer op zoek. Nou, heel veel plezier, hè? Oh, wat een fantastische interactie. Kijk, ik kan wel lief doen. Jij kan niet lief doen. Donder op, we gaan die kussen nog. Nog niet. Oh.
Nou... Eeuw. Hij is helemaal naar de tyfus. Waarom wil je dan die microfoon ook nog meenemen? Maar welke mic is dat dan? Is dat echt een van deze twee dan? Ja, een van deze twee. Ik denk... Is dit dezelfde? Ja, hè? Oh, nee. Ja. Oh, dit is dezelfde, hè? What the fuck? Vroeger was het heel leuk en heel gemoedelijk en iedereen werd bevriend met elkaar. Nu is het echt best wel allemaal heftig. Zonde. Zullen we een keer heen gaan? Ja. Was hem weer deze aflevering van de Mensenmening in het fantastische Breda. Hey! Lekker petje. Nou jongens, dat was hem weer. Is die gezellig, jongens? Ja, chef, het was keigezellig. Ik ken de groeten uit Brabant krijgen. Kut. En tot volgende week. Tot volgende week. Woe! Dankjewel voor het kijken. Yes. Dat zeg ik eigenlijk nooit. Oké, petitie. Vaker interviews in de avond opnemen voor Slam. Ja, Patrick, verpest je sociale leven en ga meer voor Slam werken. Ja. Kom op, ouwe. Hey, mensen, au! Hoi, hoi. Tot volgende week. Hoi.